Hallo, ik ben Stijn. Ik ga jullie vandaag een heel leuk trucje leren. Trucje heet Laceration Tutorial. Ik gebruik hiervoor de CIYW Akita. Dat is echt een geweldige yo-yo. Wat je doet, je zorgt ten eerste dat je een unresponsive yo-yo hebt. Maar je trekt aan een touwtje. En als je met een responsive yo-yo aan een touwtje trekt, dan komt die yo-yo terug omhoog. Je gooit een breakaway. En laat de yo-yo onderaan het touwtje draaien. En ga je met je yo-yo, trek je die yo-yo omhoog. Breng je je yo-yo-hand onder de yo-yo. Zodat de yo-yo voor het touwtje valt. En dan wil je mikken voor het midden van de yo-yo. Dus waar de bearing zit. Dan zal je zien dat de yo-yo soms omhoog komt. Dat is helemaal niet erg. Kan gebeuren en dan kan je gewoon één keer gooien en is hier weer uit. Wees er wel voorzichtig mee, want soms dan gaat het touwtje zo vaak om de jojo heen zitten dat hij tegen je knokkels aankomt of tegen je hand en dat kan heel erg zeer doen. Wat je doet, zorg dat het touwtje in het midden van de jojo komt. Pak je de wijsvinger van je niet-jojo hand en die stop je in dat lusje. Waar je hier ziet ontstaan. Die stop je daarin. Zul je merken dat je gewoon in je trapeze zit. Er is ook nog een makkelijkere manier om dit te doen. Daarmee doe je in het begin hetzelfde. Maar in plaats van het touwtje in het midden van de jojo te gooien. Doe je hem achter de jojo. Stop je hand op het onderste touwtje. En dan breng je hem weer naar voren. Dus nog één keer. Nog één keer. Voor de wat lastigere manier. Half cirkel met je jojo hand onder de jojo. En stop je vinger in het lusje wat ontstaat als het onderste touwtje de bearing aanraakt. Zo, het bovenste touwtje. Zie je in je trapeze. Of je hopt erachter. Je vinger op onderste touwtje, jojo hand weer naar voren. Ik zal even laten zien hoe het werkt als de jojo niet draait. Dus nou, ik hem vast. Je hebt hier de jojo. Gooi het touwtje daaronder. Heb je dit touwtje. Dus zie je zo met één touwtje achter de jojo. Dan breng je je jojo hand weer eronder. Zie je in je trapeze. Nog een paar tips voor dit trucje. Dit is een slack trucje, dus zorg dat er bijna tot geen draai in je touw zit. Of string tension, zoals het in het Engels heet. En oefen eerst de halve maanbeweging, zoals ik het dan noem. Totdat je die krachtig genoeg kan maken, zodat die echt tot ongeveer borsthoogte komt. Hier. Dit was het trucje voor vandaag. Ik hoop dat je het geleerd hebt en door naar de volgende tutorial.